Bij een dynamisch energiecontract heb je geen vaste prijzen voor je stroom en voor je gasgebruik. Mm-hmm. Het hangt gewoon puur af van vraag en aanbod. Heb je bijvoorbeeld een dag veel zon, veel wind, is het aanbod hoog, dan wordt de prijs wat lager. Prijs is een grote, dat maakt het dan een beetje een sport om zo goedkoop mogelijk uit te komen. Ja, wat ik er heel fijn aan vind is dat je gewoon betaalt voor wat je verbruikt. En dat je zo dus ook kan sturen eigenlijk op je verbruik. We hebben daar een hele mooie app voor en in de app kun je vandaag zien wat morgen de energieprijzen zijn. Dus je kunt er gewoon goed op inspelen op de groene en de goedkope momenten van de dag. Je verbruikt op momenten dat er goedkope stroom voorhanden is natuurlijk, hè? Ja, oké. Het kan soms zelfs negatief zijn, dus je kunt er ook nog aan verdienen. We hebben één keer gehad in de zomer dat het echt min 60 cent was of zoiets. En dan heb ik dus de auto opgeladen, plus nog 15 euro toe. Heb je de tank vol en geld toe. Superleuk. Een ander punt is een stuk bewustzijn. Hè? Je bent je gewoon bewust van je energieverbruik. Maar uiteindelijk gaat het ook natuurlijk om het net te ontlasten en zorgen dat je duurzaam bezig bent. En je betaalt geen winstopslag over je afgenomen kilowattuur aan stroom en kubieke meter aan gas. Ja, onderaan de streep bespaar je best wel veel. Het stimuleert wel, zeg maar. Je kunt gewoon zelf bepalen van hoeveel je uiteindelijk aan eind van de maand bespaart. Weet je, een goede voetballer zei, elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Ja. Nou, hier hebben we misschien, ik weet niet of je het nadeel moet noemen, maar een paar kleine dingen. Dat is natuurlijk wanneer de energieprijs op de markt stijgt. Stijgt jouw prijs ook mee als gebruiker. Daarnaast is het zo, het kan soms een wat onzeker gevoel geven. Dat de prijzen stijgen, dalen en natuurlijk vaststaan. Ja, want ik vind het prettig wat Oer net zei. Als de prijzen dalen, dan profiteer je er direct van. Ja, precies. Maar als ze stijgen, dan... Oké. Ja, en dan ga je dus weer heel bewust om met het aanzetten van je apparaten en dergelijke. Dus je moet gewoon je aandacht erbij houden om gewoon te verdienen. Ja, als jij elke dag de wasmachine moet draaien en je kunt niet bepalen wanneer, dan is het misschien niet zo interessant. Maar als jij een beetje kunt bepalen van ik zet hem vanavond om 11 uur aan of 's morgens om 8 uur, noem maar wat, dan scheelt het sowieso. Ja, je hebt natuurlijk een klein beetje risico dat de prijs op een gegeven moment omhoog gaat. Maar je ziet dat die prijzen na die energiecrisis eigenlijk best wel stabiel zijn gebleven. Niet iets, geen garanties voor de toekomst, maar ik heb er wel voldoende vertrouwen in om het hierbij te houden. En het fijne is, je kan gewoon binnen een maand weer opzeggen. Dus je kan, als je iets aanziet komen of het toch weer spannend vindt, dan kan je eigenlijk heel makkelijk ook weer weg.